vandaag 14 november vindt Beats of Love plaats. Beats of Love is een van onze jongere danceconcepten die zich vooral toespitst op de electro en de electro house. Beats of Love is een beetje tot stand gekomen uit de nood om toch in het Gentse ook een volwaardige, in Vlaanderen, volwaardige electro house party concept te hebben. We doen al heel veel. We doen al iets voor de techno liefhebbers, we doen al iets voor de drum and bass liefhebbers, we doen al iets voor de asset liefhebbers. En dat ontbrak nog een beetje in ons hamma, in ons concept gegeven. En vandaar dat Beats of Love enkele jaren geleden ontstaan is. En dat blijkt een succesformule te zijn. Zoals achter al onze concepten is kwaliteit brengen, vernieuwing brengen, zowel nationaal als internationaal artiesten. En ik zeg kwaliteit op gebied van productie, op gebied van communicatie, op gebied van decor, op gebied van muziek. Dat is een beetje onze visie toch. De line-up vanavond is zeer speciaal, denk ik toch wel. Het is een Boys Noise Record Label Night. Niet min, een zeer sterk label die de laatste jaren enorm groeiend is. We zijn toch wel fier dat we dat hier in de Gentse vooruit kunnen brengen. We hebben Dim die komt, we hebben Housemeister die komt, we hebben DJ Tronic. Dus toch wel een stevige, vette line-up. En dat is iets wat we altijd proberen te doen met Beats of Love. Toch altijd terug die vernieuwing te brengen, toch een beetje vooruitstrevend te gaan werken. En veel artiesten te brengen op een kort tijdstip. Je trouve le public plus curieux qu'en France. Et c'est toujours un plaisir de jouer ici. Et ça s'est plutôt bien passé ce soir. Je suis fan des Belges. Voilà. We try to like it is electronic. At the same time, it is like has this kind of punk attitude to it, like of being like on a rock concert. And giving it up. It's not like a normal club night. En fait, je pense que c'est une sorte de rencontre. On n'a pas forcément l'occasion de jouer très souvent ensemble. Et c'est toujours un plaisir de jouer avec Housemeister ou DIM. On a une même vision finalement de la musique, même si on joue des morceaux assez différents. On a une même vision de ce qu'est pour nous la techno et ce qu'est de la bonne techno. Wat bracht mij vanavond hier? Jedgertronic en Dim in feite. Dat wilde ik komen zien. Al de rest interesseerde me niet echt. Ik heb ook gemerkt dat echt de dingen waar ik goed vind. Also. Iedereen komt echt voor de DJ's, voor de lijnen. Het is echt heel enthousiast. Heel fijn om te gaan, echt waar. Heel goed. De toekomst ziet er goed uit. De volgende editie is op oudejaars, altijd een heel mooie editie. Dan is het niet in de concertzaal in de vooruit, maar dan is het boven in de café en in de balzaal. Dus zitten we eigenlijk met drie zalen. Dan kunnen we nog een beetje meer verschillende strekkingen binnen die muziekgenres laten horen. En dan is het volgend jaar programmatie voor volgend jaar. En wie weet komt er volgend jaar ook wel een tent op een of ander festival, een Beats of Love tent.